Met een zeilschip uit Brits-Indië arriveerden precies 100 jaar geleden de eerste Hindoestaanse contractarbeiders in Suriname, die aan land gingen in Nieuw-Amsterdam. Ter herdenking van deze eerste immigratie heeft de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Suriname de aankomst van de Lala Rook nagebootst. Ondanks stromende regen wachtte een groot deel van de bevolking bij de aanlegsteiger om de nazaten van de eerste landverhuizers uit 1873 te verwelkomen. De groep en de 35.000 die hen tot 1916 zijn gevolgd, hebben hun zeden en gewoonten weten te handhaven en daarmee het Surinaamse cultuurpatroon verrijkt. Van de plaats die ze nu in de Surinaamse samenleving innemen, legden ze onder meer getuigenis af tijdens een grote optocht die bijna letterlijk verdronk in een tropische regenbui. De Hindoestanen, die destijds voornamelijk op de plantages te werk werden gesteld en die ook nu nog voor een belangrijk deel werkzaam zijn in de landbouw, vormen thans de grootste bevolkingsgroep van Suriname, waar ze 100 jaar na de aankomst van de Lala Rook op politiek, sociaal, cultureel en economisch terrein een rol van betekenis vervullen.